Azor die speelde een uitstekende wedstrijd. Die was overal het nergens te vinden. Je pakte stevige tackles. Heb jij Ajax een beetje gered? Nou, gered, dat wil ik niet zeggen. Ik vond zelf, ben ik helemaal niet tevreden over mijn eigen optreden. Eerst zelf een paar keer verloren geweest, aan de bal ook. Verdedigend heb ik wel alles proberen te geven. Tweede helft hebben we het heel moeilijk gehad. We hebben echt gewoon heel veel geluk gehad eigenlijk dat we hier geen punten verliezen. Want het had gewoon zomaar gekund. Ja, want in de eerste helft waren jullie echt stukken sterker dan Emmen. En de tweede helft was het precies andersom. Was Emmen nou zo goed en jullie zo slecht? Of? Nee, het lag aan ons. We begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Je scoort ook meteen. Dus dat geeft ook een beetje rust, zeg maar. Je ziet ook dat we meteen goed voetballen. We laten de bal gaan. We komen op 2-3-0 voorsprong. En eigenlijk moet je dan de tweede helft moet je gewoon... Sowieso het eerste kwartier moet je gewoon fel beginnen. Omdat jij weet dat ze erop klappen. Ze hebben niks meer te verliezen. Dus ze zullen ook gewoon heel vrij gaan spelen. En dat hebben we niet goed opgepakt, vind ik. Maar als je dat weet, dat ze erop gaan klappen, wat gaat er dan mis dat jullie dan toch overklast worden? Ja, ik weet niet. Het heeft misschien met concentratie te maken. Ik weet het niet. Het heeft zeker niet met Emmen te maken. Het had zeker met ons te maken. Gewoon jeugdige onbezonnenheid. Dat je nog wat meer ervaring moet hebben misschien. Ik zeg heel eerlijk. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Okay. Op zich draaien jullie natuurlijk een fantastisch seizoen. Jullie doen helemaal mee om het kampioenschap. Waar ligt dat aan? Zijn die trainers, die hebben natuurlijk heel veel internationale ervaring. Reiziger en Bogarde, heb je daar veel aan? Daar heb je zeker van. Je krijgt heel veel advies mee. We hebben gewoon twee trainers die een topcarrière hebben gehad eigenlijk. Daar nemen we ook een voorbeeld aan. Het advies die zij aan ons geven, die iedere dag aan ons meegeven, proberen wij ook gewoon mee te nemen in de wedstrijden. En heb jij ook nog verdedigende adviezen? Krijg je waarschijnlijk van? Ze zijn allebei verdedigers? Ja, natuurlijk ook. Ja. Ja, zeker. En dat prachtige seizoen, hoe denk je dat het afgesloten gaat worden? Wie wordt de kampioen van de eerste divisie? Nou, wij gaan er alles aan doen om kampioen te worden. Alleen dan moeten we niet zo'n tweede helft spelen. Want je geeft bijna het kampioenschap hier uit handen. Dus we moeten gewoon... Maandag moeten we tegen NEC vol tegenaan. We moeten winnen. Als je wint, dan heb je echt alles in eigen hand. Dus daar gaan we ook voor. Ja. En daarna, als jullie hebben gewonnen, dan gloort het kampioenschap? Nou, eigenlijk niet. Want je hebt dan nog gewoon twee belangrijke wedstrijden. Je hebt Volendam uit en MV thuis. Dat zijn niet de meest makkelijke wedstrijden. Ja, en met het idee dat je kampioen gaat worden. Ik hoop dat er geen kampioenspanning... Ik hoop dat het geen rol gaat spelen. Maar waar droom je van? Wat denk je, wie staat er aan het einde van de competitie bovenaan? We gaan er alles aan doen, zodat wij dat worden. Okay. En tot slot, ik las dat jouw contract aan het einde van het seizoen afloopt. Kunnen we je volgend seizoen weer in de rood-witte kleuren zien? Ja, ik hoop het. Daar kan ik heel veel over zeggen. Maar binnenkort gaan jullie daar wat meer over horen, denk ik.